Goedemorgen mensen, kijk nou eens. Dat is toch even mooi wakker worden. Want jullie even kijken. Zonnetje volop. Heerlijk. En moeten jullie kijken naar de hemel. Mooi blauw, strak blauw. Daar een paar wolkjes, maar voor de rest ziet het er geweldig uit. Nou. Ik heb heerlijk geslapen, jongens. Echt waar. Echt lekker. Nou, mijn goden zit even aan een lekker bakje koffie. En zo. Ik heb even laten zien hoe mooi het is. Ja. Bijzonder, hè? Een kopje koffie. Rustig weer. En mijn goden is eventjes nu.nl aan het kijken. Volgens mij weet jij alles over het nieuws. Oh ja. Ja. Oké, nou, eventjes een broodje klaarmaken, nog een bakkie en dan ga ik lekker eventjes vissen. Kijk mensen, het is weer allemaal droog. Keurig netjes uitgenomen en gedaan en nou ja, alles is weer netjes. Hengeltje staat klaar, bakkie staat klaar. Ik heb mijn ogen dag gezegd, garage is vlot. Ik ga eventjes kijken of ik een visje kan vangen. Nee, ik geef de moed echt nog niet op hoor. Kijk nou toch eens mensen, wat mooi. Prachtig. Mooi zeetje. Ik ben benieuwd. Kijk, het lijkt toch, zien jullie dat, alsof dat donkere zand en hier het lichte zand. Het lijkt toch dat de zee tot hier gekomen is, zien jullie dat? Grappig is dat. Maar ja, ik dacht dat er niet zoveel hoog water was hier. Tenminste, het verschil niet zo groot was. Oké. Nou, even kijken. Ja. Kijk. Wat een golven. Nou, hier hoef je toch niks bij te zeggen, mensen. Zelfs ik word er stil van. Hij moet jullie kijken, die achtergrond. Schijnt nou het zonnetje nog. Geweldig. Nou, ik ga het er even proberen. Hatschikidee. Nou, de eerste keer zal ik weer even laten zien, mensen. Dat is wel leuk. Eén inworpie. Zo. Als ik wel wat vang, laat ik het even zien. Oké, tot later. Mensen, jullie geloven het niet, maar ik krijg het zo warm dat ik ga even mijn jasje uitdoen. Mijn visie. Ongelooflijk. Echt ongelooflijk. Kijk. Het wordt vandaag maximum 21 graden. Hoor. Gaan we dat maar doen. Zo. Kijk. Dat ken je wel zo. Dan ligt hij niet in het zand. Kijk, er rijdt weer een campertje. Oké, ik ga hem weer even binnenhalen. Is goed. Wat zit er nog in? Kijk. Nee, niks. Ik heb me. Kijk, deze moet je eventjes in je viskoffertje doen. Ja. Mijn goden kwam even kijken. Dat is mijn vispas voor 2024 die mijn goden daar heeft. Ja. Want die oude zat er nog in, 2023. Ja, dus je kan hem zo open doen hoor. Hij zit als het goed is niet op slot. Dan kun je hem open. Ja. Heel goed. Hè? Zijn we
zetten. Hij staat nou hier op dat hoogje. Ja, ja. Anders kijk, loopt hij weer veel later. Kijk eens, is dat niet ver? Ja, daar is hij. Ja. Maar ja, dat was denk ik vannacht geweest of zo. Ik weet het niet. Ik heb het helemaal niet dat er zoveel hoogteverschil was hier in de getijden. Ja. Dus. Maar goed, het is nu wel heerlijk hoor. Jeetje, ja, Mina. Ik ga nog even een uurtje door. Ja, ja. Oké, okay, tot zo. Kijk nou eens mensen. Gaat er een mevrouw en die gaat zwemmen. Jezus. Helemaal onder water. Oh, oh, ze gaat er gauw uit ook. Oh, geweldig. Maar ze is in ieder geval even onder geweest. Jeetje, wat grappig. Ja. Nou ja, zo zie je maar weer, hè. Mensenlust is een mensenleven. De een doet het met een hengel. En de ander gaat gewoon lekker in bikini het water in. Hartstikke idee. Ik denk ik ga even mijn go bellen. Even appen. Voor een lekker bakje koffie. Ik zeg, en omdat ik dan nou deze keer toevallig geen vis gevangen heb, dan wil ik er wel een koekje bij. En mijn go antwoord terug. Oké. Okay. Lief, hè? Dus ik ga even een bakje doen, kijk. Oh. Zo, allemaal wat zand. Nou ja, daar is het voor. Dus, we gaan even een bakje koffie doen, mensen. En dan probeer ik het straks nog een keertje. Je weet het nooit, je weet het nooit. Filmen? En dan film ik jullie. En dan film ik jullie omdat we dan kunnen laten zien dat we allemaal één gemeenschap zijn, ja, toch? Ja, ja, ja. Ik ben hier dus, vlogger. Hier. Jacqueline, Jacqueline, dat is. Die hoort gewoon bij ons. En weten jullie wat leuk is? We hebben dan droomleven, camperleven. Ja. En we hebben bestemming onbekend. Ja, ja. En we hebben Engelbos natuurlijk. Ja, nou ja, goed, maar. Mensen, leuk hè? Ja, en met toestemming. Hè? Ja, we hebben gevraagd of we mochten filmen en we mochten filmen. Dus het duimpje gaat omhoog. Iedere vlog die hier staat. Jongens, het is één camera. Er staat hier voor €1000 camera's. Die dingen zijn wat duur, ja. We gaan ze hoor! Jee! Geweldig! Nou jongens, die zijn weg. De kinderen, die kleinkinderen, vind ik allemaal heel goed. Nou jongens, daar gaan ze hoor. Doei. Droomleven, camperleven. Doeg. Ze gaan eventjes naar de Bol Nuevo, naar de zandsculpturen. Even kijken. Doei. Nou gezellig jongens, dit was toch heel onverwachts. Maar goed dat ik even gestopt was, Magal. Maar goed dat ik even gestopt was van het vissen. Ja. Want anders had jij al de gasten moeten ontvangen. Leuk. Oh, heerlijk. Ja. Kijk mensen, dan hadden we een briefje wat onder de... Nee, zou onder de... Ja, zou onder de raam komen te staan. Als we er niet waren. Als we er niet waren. Van Jacqueline, die we net... jullie net gezien hebben. Nee, het is Jacqueline. Oh, Jacqueline? Ja, Jacqueline. Oké. Okay. Een enorme fan van jullie en zoveel andere vloggers. Hartelijke groeten, Jacqueline. Een Belgische superfan. Nou, we hebben wel anderhalf uur staan kletsen. Ja, we hebben echt een anderhalf uur staan kletsen. Oh, dit is zo leuk. Even kijken. Zo mensen, ik ben weer op strand. Ik ga voor de herhaling. Kijk, ik heb nou brood meegenomen. Daar ga ik eerst visjes mee lokken. En dan gaan we het zien. De zon is achter de wolken, zien jullie. Dus. Nou, moest ik even terug naar mijn go. Want kijk, ik was mijn houder vergeten. En nou, elke keer als ik bijvoorbeeld van dobber wil veranderen of een ander haakje aan wil doen of een visie, weet ik het wat, dan moet ik die hengel in het zand leggen. Dat is zo lastig. Kijk, ik heb deze tenslotte niet voor niks. Dus dan kan ik hem gewoon rechtop zetten. Slim hengel. Ik moest alleen weer eventjes helemaal teruglopen. Nou ja, helemaal teruglopen. Ik denk dat het 100 meter is of zo. Oké. Okay. Oh, kijk. Dat is zo'n paraglider. Met zo'n... Ah ja, wat grappig. Kijk, zien jullie? Dat bedoel ik. Zie je? Dan ligt die hengel, die ligt dan in dat zand. Met die molen. En dat is helemaal... niet zo goed. En nu kan ik hem gewoon hierin zetten. Kijk.
Hartstikke idee. Ja, 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 ja. Slim, 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 slim. Oké, nou mensen. Eerste inborp over jullie al het getuige van zijn, dat is ook. En de GoPro die staat nou op dat statief, die staat iets hoger. Dus ik heb je waarschijnlijk een beter beeld. Jullie zien het, het is nog steeds heerlijk hier, ondanks dat het zonnetje weg is. Nou mensen, ik word helemaal een beetje rozig van de zon in mijn gezicht de hele tijd. Dat ik ga eventjes naar de knaus terug. Helaas, het is niet aan Engel weggelegd. Ik denk dat ik toch geen goede visser ben. Nou, we gaan de spullen weer even terugbrengen naar de knaus. En de zee is ook wat wilder, want ik heb nou echt... Ik denk, kijk, de broek is ook drijfnat. Ik denk dat mijn laars helemaal vol zit met water nou. Elke keer gaan we eroverheen. Nou ja, ik ga mijn goot blij maken met twee natte kousen. Ik vind ze altijd wel leuk, hang ze dus even op aan de spiegel. Ja, de buitenspiegel bedoel ik. Oké, nou. Ik weet niet of ik nog ga vandaag. Nou mensen, jullie hebben het gezien. Het was echt een visdag vandaag. En ik was echt helemaal rozig geworden door in dat zonnetje van de waterkant. Nou ja, de zon staat ook helemaal in je gezicht hoor. Oh echt? Ja. Had jij er ook bij moeten komen zitten? Had je ook een beetje zon in je gezicht gehad? Ja, maar ik heb nou bijna mijn boek uit. Ik mag gewoon de hele dag al te lezen. Ja. Oké, de mensen eigen zo van maken, hè? Heerlijk. Mm-hmm. Maar goed, jullie zien het dus. Dus het laatste stukje vissen op het strand. En ik zei van, ik ga denk ik niet meer. Nou, ik ruim het ook eventjes op. Ik ga even de viskoffer opruimen, want die staat hier nog. Even op zijn plek zetten. En dan gaan we morgen maar verder, vind je niet? Ja. Morgen naar, wat zei ik nou? Aquilas, hè? Oh ja, Aquilas. Aquilas, daar heb ik het ook wel eens geprobeerd. Maar daar is een heel mooi plekje. En dat was altijd een gedoogd plek. En dat was bij een soort piertje wat iets het water inliep. En dan kon je dan zo... Ik zat ervoor en dan liep ik erheen en dan kon ik zo vissen. Ja, maar dan mag je nou niet meer op. En dan mogen we waarschijnlijk dus niet meer opnemen. Dat was vorige keer ook al. Dus... Maar dan gaan we even kijken. En dat is ook vlakbij Anja en Taken. En als het goed is, dan zijn Anja en Taken zijn ook in Spanje. Die zal ik morgen eventjes een berichtje sturen. En dan gaan we eventjes bij hun op bezoek. Dat is wel leuk. Nou, maar goed, dus we sluiten maar af. Je bent niet zoveel in beeld geweest vandaag. Ja. Onze vloggers waren in beeld en Jacqueline. Ja. Jacqueline, dat is echt zo'n lief vrouwtje. Die was hier vorig jaar ook, was hier met de fiets. Samen met een vriendin. En nu was ze met de man. En ongelooflijk. Ja, weet je, ook gisterochtend, dat wij boodschappen gingen doen in de corona. Ja. Komen we ook mensen tegen die ons volgen. Sjaak en Lisa. En daar hebben we zeker wel ook 20, 25 minuten mee staan praten. Ja, ja. En, maar ook van alles. Ja. Echt van alles. Ja, ja, ja. Ja, ja, echt leuk. Ja. Hey, en dan ook toch ook Bianca en... Ja, die heb ik net heb ik in de vlog gezet. Dus die gaan ze straks zien. Nou, we hebben ook weer heel veel mensen leren kennen. Ja, veel mensen nieuwe leren kennen. Ja, dat is echt wel leuk. Want weet je wat het vaak is? De mensen die naar ons vlog kijken, die kennen ons wel. Maar wij kunnen hem niet. Nee, maar nee, zo gauw ze aankomen en ze toeteren en ze lachen en ze zwaaien. Dan denken wij, oh YouTube. Ja, ja, ja. Ik vind het zo grappig. Nou ja, dat is ook zo. Ja, is ook zo. Ja, ja, ja. Nou, het is 4:50. Oh. Dus niet 10 minuten maak ik even de video af. Dan kan ik hem uploaden. Oh nee, dan moet ik me gewoon eerst even beoordelen. Dan kan ik hem uploaden en dan is hij op tijd online. En dan heb ik net op tijd klaar voor mijn lekker biertje te nemen. Ja, ik moet eerst even water hebben, een grote fles. Ik ga eerst even alle flesjes weer vullen. Oké, ik heb helemaal zoute lippies. Hoe kan dat nou? Hier zit geen zout water in. Nee joh, van aan het water staan. Oké, jongens, tot de volgende vlog. Goedendag.
Dag.